Het is zondag met Lonneke. Hallo, welkom. Happy 2024. Ik ben een beetje laat. Maar dat kwam dat eigenlijk vorige week, zondag, was het 31 december. En ik had het nog een beetje up in the air of ik wel live zou gaan. Maar ik dacht, de meeste mensen zijn dan toch nieuwjaar aan het vieren. En mijn familie was er. Dus we hadden besloten: we doen het een week later vieren en dan hebben we weer een extra gelukkig nieuwjaar festijn en ik vind dat het eigenlijk nog wel mag. Dirk is er ook ook weer in het nieuwjaar helpt hij ons om deze video's zo goed mogelijk ja, in beeld te brengen. En zeg maar iets. Hallo. Hallo. Dus dat was heel leuk deze week. We hebben echt het is net het was echt een wervelwind dat, er, dat mijn familie die was er kwamen binnen en toen gingen ze weg. Toen hadden we echt zoiets van wat hebben we allemaal gedaan en het was net alsof het niet helemaal of het een droom was of zo. We hebben heel veel gedaan. We zijn overal naartoe geweest. En één ding wil ik jullie laten zien. Want we zijn even ook door New York City gaan rijden. Met de auto. Om gewoon de mooie ja, lichtjes en zo. En Times Square te zien. Dus terwijl ik met jullie verder aan het praten ben. Kan Dirk het even in beeld zetten. Dan kun je zien, ja, ik wil gewoon voortaan altijd beginnen met iets positiefs, iets leuks. Omdat ik heel vaak ook gewoon niet leuk nieuws moet vertellen, helaas. En dit zijn van die dingen, ja, als je toch in New York City woont, dan is dat gewoon wel echt heel leuk. En ik woon hier al twintig jaar en ik vind het nog steeds leuk. En dat is gewoon, dat hoor je ook van mensen die hier al vijftig, zestig, zeventig jaar wonen, die van buitenaf zijn gekomen. Die blijven gewoon New York nog steeds... Ja, het heeft gewoon nog steeds iets. En het wordt inderdaad door veel mensen moeilijk gemaakt en kapot gemaakt. Maar mensen komen toch van heinde en ver hierheen. Wat ons opviel, was hoe druk het was. Met de shoppen voor kerst en nieuwjaar. En alles was gewoon druk en vol. Dus je hebt wel zoiets: mensen willen gewoon dat doen. Die willen gewoon door met hun leven. Dus die gaan dat dan gewoon doen. Dat is gewoon heel leuk om te zien. Ik wil jullie verwelkomen ook in de chat. Ik zie weer mijn vaste supporters. Hartstikke leuk. Ook dit jaar kun je mij weer steunen. En dat kan vanaf volgens mij 1 dollar of 1 euro. Kun je dat al via YouTube doen. En dan krijg je zo'n leu leuke freethinker, die ik ook aan heb. Zo'n freethinker ballonnetje achter je naam. Zoals Jolanda. Die zei iets over 4 minuten is weinig voor Lonneke. Oh ja, dat is ook een goed voornemen voor mij. Volgens mij gaat het over dat ik wat later ben. Ik, ik was op tijd, maar wat was er nou? Uh, oh ja, één kabel die gaf geluid, die, die zoomde met mijn microfoon. Dat heeft tien minuten verschil gemaakt, als was ik gewoon precies op tijd. Maar dat is in ieder geval een goed voornemen. En wil je dat doen, dan wil je ook zo'n Freethinker-logootje achter je naam, je wil gewoon steunen wat wij doen, dan kan gewoon door bij YouTube op Join te drukken. Volgens mij is het Engels Join, ik weet niet hoe jullie het zien, maar het staat naast abonneren, dat, ik weet niet, zeg maar even in de chat... of je bij jullie join staat of iets anders. En ja, je kan het ook aan elkaar geven. Ik zie dat Victor, die is hem kwijt, want die had het... dat was heel lief, er was iemand die had een, uh, een gift gegeven... van dat andere mensen dan lid kunnen worden van YouTube... Mem of member kunnen worden. Dus dat kun je ook aan andere mensen geven. En wil je dat ontvangen, dan moet je dat in je instellingen aanzetten... dat je graag ook giften wil ontvangen... En daarmee kun je dus ook mensen die bijvoorbeeld gewoon wat krap bij kast zitten of zo... of die gewoon graag ook een, een cadeautje willen krijgen, kun je elkaar cadeautjes geven. Dat is gewoon heel leuk. Dus dat is heel erg uh, ja, bijzonder dat, uh, dat dat gebeurt. En dan zie ik je gewoon ook wat duidelijker in de chat. Want die comments die, ja, die springen gewoon bij mij meteen het oog. Dat is ook het hele gedachte erachter. En uh, je kan natuurlijk ook Patreon lid worden of via Lonneke.com lid... En dan heb je bijvoorbeeld elk... Ik doe nog steeds elke maand kaarten versturen over de hele wereld. Het kan ook als je in een ander land woont dan Nederland of in Amerika of wat dan ook. Ik stuur gewoon jou een kaartje met, met een verhaal van wat er gebeurt in New York. En we doen elke keer een unieke foto. Dirk maakt die vaak. Soms maak ik hem zelf. En die maken we dan heel mooi, zodat je hem ook kan inlijsten als je dat wil. Ik vind dat zelf heel leuk. En er zijn gewoon mensen die zijn al een paar jaar lid... En die krijgen dus al een paar jaar elke maand een kaartje. En dan ook met kerst natuurlijk onze bijzondere kerstkaart. Ik vind dat altijd het allerleukste. Was dat het hele filmpje wat je liet zien, Dirk? Of heb je nog iets? We hebben ook nog een filmpje van Fifth Avenue. Want dat is de shopping street hè, van oudsher. Dus je kan dan eerst naar boven rijden... en dan vastzitten in de Times Square. En dan ben je er eindelijk uit. En dan kun je, je zat overal gewoon vast. Ja, het was wel druk. Het was een avondvullend programma. Ja, en het regent een beetje, dus je moet even door de, de regendruppels heen kijken. Maar je ziet daar links al Sex Fifth Avenue en die hadden dit keer een samenwerking met Dior. En normaal, je ziet, de show begint al om de zoveel minuten, ik weet niet hoe vaak, per uur. Maar misschien één keer per uur of zo. Nee, wel vaker, denk ik. Ik weet niet precies hoe vaak. Maar dan begint die show. En vroeger was het een lichtshow. En elk jaar zou het eigenlijk iets anders zijn. Eerst was het ook met allemaal sterren. En nu was het dus iets met Dior. Die heeft dan helemaal daar zo'n klokachtig iets met sterren. En dat is echt super bright. En dan links heb je Sex Fifth Avenue. En aan de rechterkant heb je Rockefeller Center. Dus daar kijk je recht op de bijzondere kerstboom. Met die hele mooie piek die zo helemaal van Swarovski kristal is gemaakt. Waar heel Amerika eigenlijk, of ja, heel veel mensen ook van buiten Amerika, die komen er naartoe om daar een foto van te maken. Is het ook altijd druk. Maar oh, als je daar tegenover kijkt, dan zie je dus die show. En dus waar hoe ja, maar je ziet wel hoe druk het is. Dus mensen staan er dan andersom te kijken. Dus aan de andere kant is dan ook die ijsbaan, weet je wel met die kerstboom. En dan ben je er doorheen. En dan zie je op een gegeven moment wel nog wat winkels. Maar zelfs op een regenachtige dag was het dus gewoon druk. En dit is de eerste keer echt dat ik vanaf net voor Kerst tot um, na het nieuwjaar, dat nou eigenlijk al in november was ik al begonnen met de kerstsfeer, met mijn kerstkaart maken en zo. Dus ik heb echt, normaal heb je echt zo een paar dagen heel heftig Kerst. Ik weet niet hoe het voor jullie is, maar voor ons was het dit keer heel smooth. Met dan de kerstkaart versturen. Iedereen een Happy New Year. En hier was het leuk dat ze het bij de supermarkt hadden opgehangen. Want daar geven we ook vaak een kaartje. Dat is echt iets wat ze in Nederland misschien doen. Maar hier is dat misschien wat minder gewoon. Dus iedereen die een kerstkaart kreeg. Ook de mensen bij de supermarkt. Die waren super blij. Die hebben het ook opgehangen. Ik heb er nog een foto van mijn been. Die moet ik een keertje posten op zijn Instagram account. Everybody loves been. En dat. Uh, ja, vind ik altijd leuk. En ik heb gewoon heel erg van dat ik van die... Ja, ik hou van tradities. En dat is een van die tradities, dat ik elk jaar gewoon een kerstkaart maak. En vaak is mijn hond, of eigenlijk altijd is mijn hond, Been is dan gewoon de ster. En dit keer had ik heel leuk een soort Winter Wonderland winkeltje, waar Been dan ja, de baas van was in een imaginary world. Uh, AI is natuurlijk ook heel fijn, maar... Mensen denken dat het uh, helemaal door AI is gedaan. Dat is dus niet zo. Niet zo want het is die foto, die, dat winkeltje zelf, is echt een pand hier in New York. En Been is ook echt, bestaat ook echt. Dat is ook echt een foto. Alleen je moet dat, uh, al die losse onderdelen kun je dan zo in elkaar zetten. En dan vraag je bijvoorbeeld aan AI van wil je een? of een kerstboom, deze kerstboom is niet goed, dan uh, zet je dat erin. Dus de, wat dat betreft is die ontwikkeling is best wel grappig, want daarmee help je mensen die een idee hebben in hun hoofd om dus zoiets op papier te krijgen. Dus ik was verder wel heel erg um, ja, verrast ervan. Daarmee daardoor, dankjewel Dirk voor mijn Nederlandse grammatica. Het is heel grappig, want ik help dus kinderen met of teenagers met school zodat ze hun school halen. En alles vind ik leuk om te doen. Van biologie, natuurkunde. Ik vind alleen sommen en zo. Dat, ben ik, dat doet Dirk. Sommen maken, maar gewoon de, 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 de stof, leerstof. Dat vind ik leuk. Alleen van Nederlands. Ja, ik, ik vind zoveel onlogisch. En ook hoe die lerares en zo. Dat is allemaal zo onlogisch. Dus daar moet ik zelf ook nog eens even de schoolbanken voor in. Dus dat was eigenlijk het einde van het jaar. En nu is het nieuwe jaar. Wat gaan we dit jaar doen? Nou, wij gaan natuurlijk gewoon weer door. Wij gaan gewoon vertellen wat er hier in Amerika gebeurt. Ik hoop ook dit jaar 5000 subscribers te halen bij YouTube. Ik weet, ik ben voor de fijnproever. Voor de fijnproever freethinkers. Ja, yeah, you either love me or you hate me. Maar ik vertel gewoon precies wat ik vind. en dan vinden sommige mensen gewoon te heftig. En ik vertel soms dingen al die. Voor andere mensen, een paar jaar later duidelijk wordt: ik bedoel, ik was een van de eerste die zei: Black Lives Matter is niet wat wij denken dat het is. Ik was een van de eerste die zei: January 6th, not an insurrection. Nee, daar zit veel meer achter dan wat ons verteld is. Ja, en als je daar niet tegen kan, dan moet je inderdaad naar iets anders kijken, naar kanalen waar ik zelf ook naar kijk. En aan het einde van de video wil ik daar nog wat tips geven. van Leuke kanalen die ik bekijk, gewoon als ik eventjes iets van werk moet doen en. Ik wil gewoon iets leuks zien. Ik bedoel, er zijn er heel veel leuke kanalen. Alleen, ja, ik praat gewoon met mensen die gewoon wat meer in de diepte en die willen meer over het onderwerp en die willen gewoon weten hoe het echt hier zit. Dus dat gaan we ook doen. Ik heb een, een, een hoe zeg je dat? Een plasje bij mijn neus en die irriteert. Heel irritant. Oké, okay. um, we gaan verder. New York City. Eventjes gewoon wat dingetjes die leuk zijn in New York, waar ik naar uitkijk. Het is denk ik niet 2024, maar 2025 krijgen wij dus een floating pool in New York. Dus we hebben ook heel veel problemen met migranten en er komen heel veel mensen. Maar we krijgen ook van die leuke dingetjes, zoals deze floating pool. Nou, misschien wonen we hier dan nog. Dan kunnen we daar een keer gaan zwemmen. Maar iemand, een, een uh, volger van mij, die zei... Oh ja, dat is natuurlijk de openbare badplaats voor al die migranten die hier op straat slapen en die hier allemaal binnenkomen. Daar heb ik natuurlijk dadelijk ook nog wel heel wat over te vertellen. Maar ik vond dit wel zoiets van, New York is altijd wel vooruitstrevend als het gaat om nieuwe ontwikkelingen. Dit is toch wel iets nieuws. En ze hebben ook in oktober een beach. De eerste in New York City Manhattan Beach geopend. Um, en en na, oktober is natuurlijk niet echt een tijd dat je naar het strand gaat. Maar een van die piers aan de westside... die is blijkbaar omgebouwd in een strand. Nou, dit soort tips... van waar je dus nu natuurlijk in New York naartoe kan gaan... die ga ik ook weer op mijn website zetten. Op lonneke.com. Want ik heb natuurlijk een oude tips. En daar heb ik het straks ook nog over. Maar ik moet natuurlijk weer wat nieuwe tips opzetten. Dus dit zal ik ook um, in de... Mijn tips voor 2025 zetten. En die beach voor 2024. Maar ik weet niet, Dirk. Heb jij gevoeld gisteren dat, dat de grond trilde? Want blijkbaar hebben wij een aardbeving gehad in New York. Heb jij iets uh, daarvan meegekregen? Nee. Ja, ik hoorde wel de ver verwarming van de buren. Die hield mij wakker, want die zoomt dan zo. Eigenlijk hetzelfde als wat net gebeurde met die elektriciteit. Met die microfoon, dat je dan zo'n zoom hoort. Ja, dat vind ik wel heel vervelend om te slapen. Maar ja, in New York moet je gewoon wel bepaalde dingen van je buren tolereren. Want je woont allemaal super dicht op elkaar. Maar ik ga er toch wel iets van zeggen, hoor. Van Misschien kan ik er wel iets aan fixen. Misschien is die verwarming gewoon kapot. Ja, en dan weet hij misschien niet dat het... Uh, ja, dat hij er iets aan moet doen. Ja, dit is mijn New York City tips van 2023. Het zijn nog steeds hele goede tips. Maar ik ga dus een updated versie schrijven voor 2024. Dat ga ik dit jaar ook doen. Heel veel tips, heel veel leuke dingen. En sommige dingen zullen misschien... ja, een andere link hebben of een... Het moet aangepast worden, dus ik ga dat doen. Maar die aardbeving, niks van gevoeld. Het was in Astoria, Queens. Van 1,7 earthquake hit New York City. Is climate change... Natuurlijk is alles climate change. Hè? Als mensen doodvallen... Het was climate niet change. Poetin. Nee, het is okay. niet meer Poetin. Het is nu weer even climate change. Dus ja, ik heb niks gevoeld. Je hebt niks gevoeld. Ik heb een paar jaar geleden wel een aardbeving ooit hier gevoeld in New York. In New York hebben we ook wel eens gewoon een aardbeving. En toen was alles aan het bewegen en ik vond het raar. En toen had ik zoiets van: oh, het is een aardbeving. Maar de mensen die bijvoorbeeld in de subway waren, die voelden het helemaal niet. Want daar beweegt alles zit onder de grond. Die hadden helemaal niks daarvan meegekregen. Maar mensen die dus gewoon stil in appartementen zitten, die zagen gewoon wel de lampen en alles zo bewegen. Dus ik weet wel hoe het is. Maar dit heb ik niet gevoeld. Maar het is dus. Een aardbeving is climate change. Dat je het even weet. Alles is de schuld van climate change. Of van Geert Wilders. Hè. Dat zeggen ze ook vaak in Nederland. Maar daar hebben we het straks ook over. Um, maar dat is gewoon van die mensen die willen gewoon een oorzaak zoeken buiten de echte oorzaak. Dus ja, daar hebben we natuurlijk dit jaar ook veel over. Over hoe het nou in Nederland ook is. Maar ook in Amerika en in New York. Ja, um, jullie hebben ook gehoord dat wij voor ons persoonlijk heel vervelend is dat ze hier een tol willen gaan brengen. En dat is iets wat ze nieuw willen doen. New York City is, zoals ik al zei, een proeftuin van heel veel dingen die ze willen uitproberen. Zo wil bijvoorbeeld Mayor Adams wil New York City vegan maken. Maar de, wat ze nu dus gaan beginnen vanaf april is dus dat ze een congestion tol inbrengen. En dat is dus onder, als je onder Central Park... Dus dat puntje van Manhattan binnenkomt met de auto... vanuit New Jersey via de brug of via Staten Island of via Queens of zo. De buitenste ring, die is wel vrijgesteld. Maar als jij binnen de ring rijdt, dan moet je tol betalen. En dat was eerst 23 dollar waar ze het over hadden per dag. Maar nu is het 15 dollar. En ze zeggen wel, ja, als je veel minder dan 70.000 of 60.000 per jaar verdient... dat is hier gewoon een gemiddeld salaris... Dan verdient van, de vuilnisman. Verdient. 70 ja, iets een, meer dan 70.000 per jaar. Een agent of een hondengeleider van de politie die verdient 70.000. Dat is niet veel. Dan moet je wel twee verdieners zijn in New York om hier te kunnen wonen. Maar dan zou je dus een tax credit kunnen krijgen, zou je van de belastingen daar wat korting op kunnen krijgen. Maar heel veel mensen zijn er boos over. En het grappige is dat mayor Adams ligt dus heel erg onder vuur. omdat hij de waarheid zegt over de migrantencrisis en dus Biden aanvalt, president Biden. En wat krijg je dan? Dan word je dus aangevallen. En nou gaan ze ineens dingen naar boven halen van sexual allegations... of um, dat je je werk niet goed doet of dat er dus financiële problemen zijn. En nou wordt er dus ook al gezegd, ja, als hij nou door die FBI... als er dus gevonden wordt dat hij gefraudeerd heeft... dat hij geld heeft gekregen van een Turkse ambassade, van een Turks bedrijf... Dan moet hij weg. Wie komt er dan voor in de plaats? Nou, dan hebben we hier dus al stemmen dat het dus die Andrew Cuomo... dat hij misschien dan burgemeester wil worden. Want dan hebben ze een hele special election. Die is binnen een paar weken en dat is niet zo als normaal met hele campagne. Dus die, die roert zich weer in, dus in, in, in de media. Die is ook natuurlijk weggemoeten vanwege sexual allegations. Niet vanwege dat hij zoveel oudere mensen gedwongen heeft om naar een thuis uh, te gaan terwijl ze ziek zijn, waardoor ze iedereen aan het besmetten waren. Uh, nee, daar hebben we het niet over. Nee, het was, uh, er was er een of andere vrouw die, of vrouwen, ik weet niet precies wat het was, maar het is altijd moeten ze je weg hebben, dan zeggen ze of je bent, uh, je hebt vrouwen met vrouwen iets gedaan wat niet mag, of uh, en, ja, je hebt dus uh, corruptie. Dirk laat even een beeld zien wat uh, de medium cellen, Maar ja, anders geloven ze dat weer niet. Nee, dus dat is. Uh, in Amerika, in New York is alles veel duurder, maar je verdient dus ook iets meer geld als er bijvoorbeeld gemiddeld in Nederland een baas salaris is, maar je hebt in Nederland ook veel minder kosten. Het is gewoon heel duur hier. New York City, dus nu willen ze dus die tol. En Mayor Cuomo, of uh, uh, Governor Cuomo, ik zeg al Mayor Cuomo, weet ik veel of dat gaat gebeuren, maar Governor Cuomo, ex-Governor Cuomo, die wilde deze, um, hoe heet het? Die, uh, die tol. En nu zegt hij ja, maar nu is het een andere situatie in New York City. Maar ik vind het een beetje een raar uitspraak, want jij wist toen het is iets wat dan altijd blijft. Het is een manier om geld te verdienen voor om de subway te betalen, want die moet opgeknapt worden. En dan moet je ook rekening houden met slechte tijden en goede tijden, kun je niet naar de hand zeggen: Ja, maar nu is het een andere tijd. Nee, dat is gewoon heel raar. Maar heel veel mensen zijn er niet blij mee. En Dirk liet net een artikel zien: dat de New York City, die Sue's, um, de, de Union. Laat even nog een keer zien, die, die oude artikel. Niet die, maar die andere over de tol. Want dat is voor ons heel belangrijk. Want dat gaat zoveel geld kosten als je dus binnenrijdt. En waarom ik er zo op wil focussen, is omdat dit is iets wat ze ook in andere grote steden, ook in Nederland, uiteindelijk zoiets willen gaan doen: dat als je de ring binnenrijdt, dat je ervoor moet betalen voor climate change of zo. Alleen um, Staten Island en New York City Teachers Union... They, die zijn allemaal aan het, uh, de stad aan het suwen... om te zorgen dat deze congestion pricing stopt. Waarom? Omdat heel veel teachers, dus leraren, politiemensen... die wonen in Staten Island en die werken dan in Manhattan... die moeten altijd die brug over en dan elke keer als ze binnenrijden... dan moeten ze dus dat bedrag betalen... Nou, reken maar uit. Als je dat. Uh, hoeveel? Vier weken in het jaar. vijf dagen in de week moet doen. Ja, dat is nogal veel geld. En dan komt dan ook nog bijvoorbeeld van New Jersey uit. Daar komen dus ook die prijs van de. de tol van de brug. komt daarbij. En dat is ook al 16 dollar. Voor één keer op en neer. één keer van de ene naar de andere kant rijden. Dus terug hij is 32. Dus dat is al super duur. Ja. En het is niet het enige die gesued wordt. Want ook. Um, ja, Meer Adams, waar we het net over hadden, die wordt ook gesued. Of die gaat sueën. Die gaat 17 Charter Bus Companies gaat die aanklagen. Voor 700 miljoen dollar. Omdat die dus al die asylum seekers, dat is een nette manier van illegale. Naar New York hebben gebracht. Dat gaat, van, dat gaat toch nooit lukken? Van de City van Texas. Hij zegt gewoon die mensen zorgen ervoor dat die mensen hier gedropt worden. Nou hebben wij kost 10 miljoen per dag is geraamd dat het in voor de Belastingbetalers zoals ons, zoals wij. Dat het 10 miljoen per dag kost om dus die illegale te onderhouden. En hij heeft zoiets van ja, ze komen hier allemaal binnen. Nou, Ik heb Biden al gevraagd om geld ik krijg geen geld van. Dus de volgende stap is nu dat hij al die bascompanies gaat. En wat vind jij daarvan? Ja, vind ik dom. Maar ja, dit wordt toch helemaal niks. Het enige wat hij moet doen is zeggen dat New York City geen sanctuary city meer is. Maar er zijn het bepaalde mensen vinden dat die voelen zich heel verheven van wij zijn sanctuary city, wij zijn beter, wij zorgen voor de armen. Maar dan komt het eigenlijk uiteindelijk in hun eigen tuin, want je ziet nu hier echt om de hoek dat er opvangplekken komen voor illegale en dat zijn veel mannen van ja, een bepaalde leeftijd dat als zij bijvoorbeeld oorlog moeten voeren... dan zijn dat de mannen die worden opgeroepen. Ja, dus nou hebben ze er zelf last van. Maar ze vinden het gewoon... Ze willen gewoon niet uitroepen dat ze geen Sanctuary City meer zijn. Want op het moment dat ze Sanctuary City af zijn... dan betekent dat alle illegale die hier zijn... die worden hier niet meer beschermd. Die krijgen hier geen gratis healthcare meer. Want dat is ook zo, hè. Alle mensen die geen geld hebben in New York City... en alle mensen die um, dus illegaal zijn... vanaf de eerste dag dat ze hier zijn... hebben ze recht op healthcare. En dan betalen ze niks voor. Ze krijgen soms zelfs gewoon een telefoon. Dat is trouwens nog uit de Obama-era. De Obama-telefoon. De, de, de Obama-telefoon. Dus die hebben het best wel goed. En het was eigenlijk bedoeld natuurlijk voor de gewone daklozen. Dat als zij bijvoorbeeld een rugoperatie moeten hebben, dat zij dat gewoon kunnen doen. Alleen er wordt op zo'n grote schaal misbruik van gemaakt. Dat ja. Dus het enige wat hij moet doen is zeggen dat hij dat niet meer is, en dan weten al die illegale: oké, okay, ik kan hier niet meer, ik ben hier illegaal, ik word ja, niet meer dit beschermd. Dit is gewoon de grote wassenneuzes-show. Ja, dus maar ik ben benieuwd, ik hou je op de hoogte wat ermee gebeurt, maar zo zijn al die politieke spelletjes, hè? en daar wil ik het altijd op zondag met jullie over hebben, gewoon wat meer diep in in het nieuws van hoe is het echt hier. Wat is er gebeurt er echt? Nou, iets wat er echt gebeurt. Ik heb het zelf niet gezien, maar wij wandelen daar heel vaak langs, dat is op 7th Street, East 7th Street. Daar staan dus allemaal mensen blijkbaar. Twee dagen geleden stonden daar in de rij te wachten om om binnen te komen. En het is hier nu, het heeft hier gesneeuwd. Het is aan het sneeuwen, het is nu net gestopt zie ik. Maar het is koud het is uh, nu onder de nul graden en dan staan die mensen allemaal buiten. En dan heb je natuurlijk ook weer van die politici die gaan weer zeggen, ja, het is mens onterend, die mensen buiten. moeten ze opvangen. We zijn dat... Terwijl hun eigen daklozen die worden vaak gewoon buiten een shelter gehouden, omdat die vol is. Omdat er dus nu zoveel mensen zijn van buitenaf. Dus... Of als we bijvoorbeeld naar de soup kitchen. Er zijn daklozen die leefden gewoon op straat en dat ging gewoon oké. Okay. Die gingen af en toe een eten halen bij de soup kitchen. Dat is dus dan een... Um, Gaarkeuken. Alleen dan komen ze eraan. Dat was ook bijvoorbeeld met Kerst. En dan zijn er allemaal migranten voor. Ze aan het eten op. Dus die zijn ook ja, geïrriteerd daardoor. Dus het is echt één groot drama daarover. Maar het komt er steeds dichterbij. Want waar het eerst vooral bij Midtown was. Bij de. Uh, hoe heet dat hotel? De Roosevelt Hotel. Dat is dus eigenlijk normaal. een, normaliter een vier-sterren hotel. Maar dat wordt nu gebruikt als, uh, als centrum om. Mensen te registreren. En dan worden, slapen ze daar in die kamers. Of ze worden weggestuurd naar een andere plek. Um, en je ziet ook dat sommige mensen... Kijk, in, in, op tv laten ze vooral zien... Als er dan een familie is met kinderen die komen voor... Die zeggen, ja, het is gevaarlijk daar. Maar die komen natuurlijk allemaal om economische redenen. De meeste gewoon. Dat is gewoon heel duidelijk. Maar je ziet niet die heel veel mannen... Die je nu dus wel begint te zien in de media. Dat zag je eigenlijk in het begin niet. Maar... Aan de ene kant moet ik zeggen, waar wij wonen, wij wonen dan downtown, daar, ja Dirk, jij loopt ochtends mee vroeg met Been. Heb jij iets anders veranderd gezien? Ja, er zijn hier steeds meer mensen die uh, proberen spulletjes op straat te verkopen. Dus gewoon blikjes drinken, uh, okay. de snoepjes, uh, mango stukjes zijn nog steeds heel populair. Of ze staan gewoon met een bordje van... help, ik wil werk, uh, elke donatie is uh, welkom. Ja, en dan wordt er ook weer gezegd door die democraten van... we moeten zo snel mogelijk zorgen voor een visa... want ze willen werken en het is zielig. Maar er zijn zoveel mensen die willen naar New York komen... legaal om hier te werken. En daar wordt allemaal moeilijk over gedaan. En nou durft ook niemand meer in de rij te staan. Nee, want er, die, die mensen die dus hier komen... en die komen soms achter van... oh, er is niks. En sommigen gaan zelfs alweer terug... omdat ze geen werk kunnen krijgen... Maar dit is dan ook het laatste nieuws: dat er zo'n dus 24-jarige man dood is gestoken of gest ja doodgestoken is bij zo'n migrant processing center at Randall Island, Randall's Island. Dus ze gaan ook met elkaar wat meer op de vuist. Ja, het is gewoon ja. En hoe zeg je dat? Een pressure cooker. Dit gaat gewoon uh, niet goed, maar wij gaan even verder, want. Uh, ja, en we dus moeten eigenlijk... dit jaar echt meer positief nieuws brengen, want ik hoor nou alweer helemaal zacht gereinig. Ja, maar we zijn nou... Uh... Mijn federal Texas gaat naar de, de busvervoer en healthcare. Mijn state Texas en city Texas gaat naar migrant opvang en het onderzoeken van steekpartijen, het wegsleuren van auto's en ja, gaarkeukens. Ja, want uh, blijkbaar hebben En die... nou gaat het andere geld gaat ook nog naar het zoeren van die bussen, terwijl dat Compleet kansloos is zodat Adams gewoon naar zijn feestje kan blijven gaan en ja. het net lijkt of hij iets doet. Ja, precies. Top. Die uh, migrants, pricey cars, towed outside controversial New York City shelter in same area they back door to door. Dus er is dus een gebied in New York City, volgens mij is dit in Staten Island. En daar waren mensen echt deur, elke deuren af aan het gaan om te vragen, kun je mij helpen voor eten en zo. Die mensen hebben gezegd, huh, dit is zo niet New York, dit is zo raar. Maar blijkbaar hadden die ook allemaal dure auto's. En die hebben de New York, ja, de New York City Police heeft die nu weggetoad. Maar waar komen die auto's vandaan, weet je al? En in ieder geval van dat soort rare verhalen zie je nu in het nieuws. is gewoon echt bizar. Dan gaan we even verder. Dus ik hou je op de hoogte, maar die migranten hier... Dat is, uh, ja, Ter Apel. Ik, uh, I feel you. Het is gewoon hier ook gewoon... Groetjes uit het Amerikaanse Ter Apel. Ja, precies. Maar wij proberen nog steeds... Ja, er zijn hier gewoon buren en die wonen hier al vijftien jaar. Die hebben ze. ja, we hebben het altijd wel erg gezien. Het is altijd goed gekomen en zo. Maar ja, die ook als er voor hun neus wordt ingebroken, lopen ze langs... en doen ze die groeten alsof er niks aan de hand is. Ja, je kan dus inderdaad zo een beetje met je handen voor je ogen... je leven doorgaan, dat kan. Maar ik probeer liever gewoon de realiteit te zien. En ondertussen probeer ik wel gewoon een leuk leven te leiden... en gewoon het beste van te maken, maar... Je moet wel weten wat er in de maatschappij speelt. Dan gaan we verder over de USA. Ik wil eerst nog even... Nee, we gaan eerst Biden doen. Ja, daar staat het toch? Our leaders are dumb. Dumb. Ja, we hebben dus nog steeds president Biden. Hij houdt al drie so jaar vol. Dumb. We weten niet wat hij doet allemaal, want hij weet zelf ook niet allemaal waar hij heen loopt. Maar hij had dus gisteren vanwege... Je weet, gisteren was het January 6th. Had hij een hele... Speech. The worst day... In American History. Ja, dat je even weet. It's the worst day in American History. En hij probeert mensen weer zo. Het is het begin van zijn campagne. Want hij wil dus weer president worden. Terwijl hij helemaal onderwaard staat, dat zul je dadelijk ook zien. Maar ja, um, yeah, het is January 6. We gaan het dadelijk ook nog meer over Biden hebben. Maar waar ik het even eerst over wil hebben, is dat January 6 is niet zoals het ons verteld is. En we hebben nog steeds niet alle videomateriaal. Daar zijn ze nog steeds mee bezig. Want ik weet dat die nieuwe speaker of the house... die heeft gezegd dat er iets van 90 nieuwe video's naar buiten zijn gekomen. Blijkbaar zijn er nog veel meer en moeten er meer naar buiten komen. Dus dat, daar wachten we op. Maar wat er al naar buiten is gekomen... dan zien we dat het een heel ander beeld is. Dus ik wil even nog daar wat dingetjes over uh, laten zien. Want ja, Biden... De Vurer. Ja, nee, maar hij zegt juist, Biden, dat, dat Trump Hitler is. Ja, dus... Ja. Biden, Biden zegt dat Trump Hitler is en wij denken weer iets anders. Maar als we even teruggaan naar... Uh, ja, oh, hier. President Biden heeft gezegd... Three years ago a violent mob fueled by lies attacked the US Capitol. Our democracy was tested. But it held because we, the people... Prevailed. It's up to us to prove, for all its imperfections, American democracy is still a beacon to the world and a promise to be kept. Chocolate, chocolate chip. <laughs> ja, maar natuurlijk schrijft hij dat niet zelf. Weet je, het is zelfs zo dat Karin Jean-Pierre, dat is dus de press secretary van Biden, die was eens dus een keer had ze per ongeluk op haar account iets over wat Biden moest schrijven. Ja, dus we weten dat zij het waarschijnlijk schrijft. Maar ja. Wat hebben we verder nog allemaal daarvan? Ja, mijn uh, Twitter-account. Ik wou eventjes naar beneden scrollen, want dan had ik ook nog wat dingetjes over... Um, nou, happy 2024. 20. Voor nou hier, de January 6 was not an insurrection. Laten we even horen. Moeten we ja, dit is dus de attack on the capital. Dat mensen netjes tussen... You have a memory of anything near like this. We, no. we just saw protesters uh, and, walking through Statuary Hall, Claire. I just don't want to yeah. interrupt, but we just saw people right, going right through. There they are. And our uh, it was what? Was that the Walt which. Whitman camera that's capturing those? Uh, I believe no Whitman statue. Ik de niet zo that's in what Dit is wel wat vrede liever dan wat ik vaker heb gezien met andere protesten. Waaronder bijvoorbeeld. Het um, um, ziet er eigenlijk een beetje lullig uit zelfs. Ja, yeah, maar Ocasio Cortez die had een keer een protest. En die gingen echt gewoon senatoren of House of Representatives gingen die mensen gewoon echt zo in de lift benaderen en bejegenen. Maar ik zeg echt, er, echt wel, er zijn echt wel geweldsdelicten daar ook gebeurd. Want ja, Ashley Babbitt is overleden. Dat was een Trump-support, die is gewoon neergeschoten in koele bloeden. Daar hebben we het ook nog wel over. Want volgens mij heeft de familie nu een rechtszaak begonnen. Die suist de state, 30 miljoen of zo. Dus daar is laatst ook niet over gezegd. Maar... Veel meer mensen durven nu te zeggen... Six was not an insurrection. Waaronder dus ILX. Dat is de producer van Benny Johnson. Die ik ook altijd graag volg van positieve nieuws. En die komt ook altijd meteen online als er iets uh, te doen is. Ik probeert het ook altijd met een grapje te brengen. Dat is goed. Ja. Pederist. Dat is zijn woord. Hè? Dus niet, omdat je anders wordt... Ge... Dat woord gaan wij verder gebruikt. in de uitzending ook nog gebruiken. Ja. Want anders wordt je op zwart gezet. Ja, Heeft precies. Tim Poel ontdekt. Ja. Pederist. Nu al het woord hier van 2024. Ja. Ik weet niet, misschien is het wel echt een woord, maar we bedoelen eigenlijk iets anders. Um, we gaan even ver naar beneden scrollen. Dus we zien hier dus dit is eigenlijk wat er binnen de capital gebeurde. Alleen dit is niet wat je zag in het nieuws ook in Nederland enzovoort. Gaan we naar beneden? Dit is dus Dave. Uh, dit is Tom Fitten. Hij heeft een heel stuk geschreven. Lees maar naar boven, want hij zegt dus: hij is van Judicial Watch. Ga eens naar boven. Hij zegt dus ook van Speaker Johnson needs to release the full truth on January 6th video's en e-mails. Hij heeft zoiets, waarom wordt alles niet naar bu buiten gebracht? Waarom heeft bijvoorbeeld die January 6 Committee van de House of Representatives die uh, voordat de, sen uh, de House of Representatives naar De Republikeinen ging. Die hadden dus zo'n committee. En die hebben alles gedeleet. Alle videomaterialen, alles gedelete. Die waren heel eenzijdig naar de zaak aan het kijken. En hij heeft echt zoiets. Nou, laat maar een heel klein stukje horen. Dan weet je hoe hij praat. Ik vind hem ook echt iemand om te volgen. Um, hij wil altijd gewoon. Hij doet zoals in Nederland de bovenzoeken, doet hij dat de FOIA request. En allemaal naar buiten en dan goede video's maken. Ook. Uh, that they all are ordained by God in terms of their leadership. And uh, whether they recognize it or not as matter, act accordingly. Uh, but certainly, his prayerful um, reflection on his new position uh, hopefully is a, a, a good indicator of where he'll proceed and where, uh, what next he'll do as it relates to the challenges facing him. And the challenges are significant. And those of you who have been following me uh, on, on uh, the weekly update here or on social media, uh, and you've seen my colleague Chris Farrell raise these issues as well on his On Watch program. The uh, issue is whether or not Congress is going to continue to fund the assault on our republic, right? Whether they're going to continue to fund the effort to try to jail Trump illicitly uh, that is happening out of the Justice Department and also is happening out of New York and in Fulton County, Georgia. Uh, whether they're going to continue to fund the censorship and the abuse of our military, you name it, the invasion. Uh, are they going to continue to fund that uh, or not? And that's the test, that's the challenge. And it's okay. something that. Dus hij zegt dus ook over van die Speaker of the House, die moet alles naar buiten brengen. En gaan zij gewoon door onder de Speaker of the House, Johnson, met dus die, die invasion aan the border. Weet je wel, er zijn miljoenen mensen Amerika binnengekomen sinds Biden in office is. We hebben het over miljoenen, niet gewoon maar een paar miljoenen die in Amerika zitten. Ja, en naar beneden kun je nog een stukje scrollen. Ja, Tucker Carlson is er natuurlijk ook. En ik had daarboven had ik nog een tweet over January 6. Oké, okay, ik had gisteren gezegd: Today is January 6 Let's take a moment to think about the people who are unfairly prosecuted for it. Want ik weet niet of je het weet, maar Trump die heeft dus op January 6 een tweet naar buiten gebracht. I'm asking for everyone at the US Capital to remain peaceful. No violence. Remember, we are the party of law and order. Respect the law and our great men and women in blue. Thank you. Dat is toen hij hoorde dat er wat ongeregeldheden waren. Heeft hij die tweet? Wat gebeurt er met tweet-twitter? Die hebben hem dus na deze tweet gewoon. En toen heeft hij volgens mij ook nog een video naar buiten gebracht van... Stay peaceful. I know you're hurt. Het was een oneerlijke election, maar we kunnen niet... Uh, in, uh, ja um, we kunnen niet we moeten niet domme dingen doen want dan werken we hun in de hand en zo weet je wel dat zei hij en die is toen is zijn account verbannen en dankzij Elon Musk is die weer teruggekomen en kunnen we dus zelf een beeld scheppen van wat er toen gebeurd is en de president van Amerika is toen door Twitter denk even na wie hebt die van Iran en al die gekke mensen over de hele wereld die zijn gewoon nog op Twitter maar hun eigen president die halen ze van Twitter af. Mensen die willen censureren, zijn nooit aan de goede kant. Mensen die andere mensen de mond willen snoeren of weg willen zetten als wappies. of conspiracy theories, zijn altijd aan de slechte kant. Want als jij echt de waarheid aan jouw kant hebt, dan maakt het niet uit of andere mensen allemaal onzin vertellen. Heb je iets: ja, lul maar lekker verder. Uh, ik, ja, ik weet gewoon hoe het zit. Ik ben gewoon zelfverzekerd. En met goede argumenten overtuig ik gewoon de meerderheid, bijvoorbeeld als je in politiek zit, met dat dit de juiste manier is. Maar als jij, dat zie je ook in het verleden, als mensen worden gecensureerd of uh, er worden de president van Amerika wordt de mond gesnoerd, dan ben je gewoon niet aan de goede kant, bezig. dan ben je gewoon niet goed bezig. Dus iedereen die dat wil, is gewoon dat is gewoon no go. Censuur, je moet weten wat andere mensen zeggen, zodat jij zelf goed beeld kan hebben van wat iemand denkt en wat iemand vindt. Dus dat is heel belangrijk dat we dat ook niet vergeten op January 6 dat Donald Trump en ook hij zei ja, yeah, we have to fight like hell. Dat zat dan had hij dan in een speech gezegd, maar weet je hoeveel politici het woord fight gebruiken in de figuurlijke manier. Hoe Maxine Waters, hoe heet die vrouw? Die yeah. enge vrouw die zegt you have to is, is, hoe heet het? In hun gezicht zeggen... we moesten agressief doen. De, de mensen was knetterjek. Ze, knetter, ze moeten weten dat ze niet welkom zijn hier. Dat was echt dat was echt ook nog een beetje agressief. Maar die heeft, wordt natuurlijk niet vervolgd. Dus... Um, maar er komt steeds meer uit. En als je het gewoon helemaal volgt... en ik weet dat ze in Nederland nog heel erg doen... dat January 6th the worst thing ever. Maar zo voelen ze het hier helemaal niet meer. De meeste mensen zijn er wel van wakker geworden... dat het niet helemaal zo is. En uh, mede dankzij Elon Musk... mede dankzij Tucker Carlson... And Elon Musk moet uitzoeken wie daar bericht verwijderd heeft, waar daar verzoek is geweest, wie daar verwijderd heeft van Twitter. Dat had hij op januari. Nou 6 ja, die mensen, die, die board, met die VJJ of zoiets, die uh, hebben dat toen ook, volgens mij hebben ze dat zelf ook besloten, want het waren anti-Trumpers. Dit is een episode 61. This is the smart, best informed account of what actually happened on January 6th. Kunnen we een klein stukje horen van Tucker Carlson? Was it a setup? But what's interesting is how few people have asked that entirely legitimate question. And one of the very few, really one of the only, in the United States Congress is a member called Clay Higgins from Louisiana. And in case you haven't seen this clip, it's worth rewatching. This is from 2022 at a Homeland Security committee hearing where he asked it just directly of the FBI director. Watch. Did the FBI have confidential human sources embedded within the January 6th protesters? And on January 6th of 2021. Well, Congressman, as I'm sure you can appreciate, I have to be very careful about what I can say about when. Even are, now, because that, that's what you I, told us may two I finish, years ago. Math finish. Uh, about when we do and do not, and where we have and have not used confidential human sources. Uh, but to the extent that there's a suggestion, for example, that the FBI's confidential human sources or FBI employees in some way instigated or orchestrated January 6th, that's categorically false. Did you have confidential human sources dressed as Trump supporters inside the Capitol on January the 6th prior to the doors being opened? Again, I had to be very careful. It should be what a I no. Can you not tell the American people no? We did not have confidential human sources dressed. As Trump supporters position inside the Capitol, gentleman's time 6. has expired. You should not read anything into my decision. Uh, not to share information, director Ray. It's just time the FBI director. What's that? Dr. repulsive little authoritarian liar, Chris Ray is. That's obvious when you watch that tape. The sad part is so few tapes like that exist because so few have confronted him directly and asked questions to which the entire country has a right to know the answer, like that one. Clay Higgins did that. Congressman van Louisiana. Louisiana Lafayette, joins us in studio. Oké, okay, so nou die on. moet je dus gaan kijken. Ik heb die ook nog niet gezien. Maar dat is dus die uh, congressman. Um, dat is gewoon simpele vragen. Weet je wel, was het dus iets wat uitgelokt is? Ook als je die video's ziet, zie je dat er bijvoorbeeld um, iets in de crowd wordt geschoten. Ik weet niet wat het is. Je ziet dat de hekken opengezet worden, dat deuren open gaan. De politie loopt gewoon mee met. Met supporters. En heel veel mensen wisten helemaal niet dat zij iets deden wat niet mocht. Die liepen gewoon door de Capitol. De deuren werden opengezet. Dus ze lopen allemaal binnen. Daarom zie je ook de mensen heel rustig foto's maken. Maar die mensen worden allemaal nu vervolgd. En echt met chases. En er wordt gezegd dat ze het gevaarlijkste hebben gedaan wat ooit. Maar als je dan naar andere protesten kijkt die in de Capitol Hill zijn, zijn geweest de afgelopen jaren... En je vergelijkt dat met dit beeldmateriaal, dan zie je dus dat hoe de media dat kan ver, gewoon de, de bedoeling en, en de betekenis ervan helemaal kan veranderen, want dat andere was oké, okay, want de deur werd opgezet. Ja, maar hier werd de deur ook ook Dus het belangrijkste is als je daar echt een mening over hebt dat je dus want heel veel mensen volgen dan gewoon het nieuws wat het nieuws zegt, maar ik heb zoiets, ik wil liever de video zelf zien, dan maak ik mijn eigen idee over. En dat is wel vaker, is ook met Black Lives Matter, ook met George Floyd. Er werd zo in de media een bepaald iets gebracht. En ik heb zoiets. Volgens mij is het niet helemaal zoals jullie het ons vertellen. Maar Dit laten is... we het positief bekijken, Lonneke. Nou. als het zo doorgaat in Amerika, zijn de meeste mensen in de gevangenis nog beter af dan thuis. Ja, want dan hebben ze tenminste gezondheidszorg, bescherming. Dan krijgen ze bescherming, eten. En dan hebben ze te vreten? Ja, precies. Nou. Ja, en je ziet ook dat bijvoorbeeld. En dan hoeven ze niet vier baantjes te werken. Nee, als je die Jacob Chainsley, dat was dus die man die ook met die American uh, Vos, zo heet hij, die, die uh, Michiel Vos op de foto stond van tevoren. Die is dus heeft jaren in de gevangenis, of heel lang in de gevangen zitten, ik weet niet hoeveel maanden. Maar die heeft er wel gebruikt om beter te worden. Dat zie je wel gelukkig dat sommige mensen het echt gebruiken om zelf beter van te worden. Dit is nog even een nieuwsfeitje over die Ashley Babbitt. Judicial Watch has filed. Oh, Judicial Watch, dus so die van Tom Vitten waar we net waren. Die hebben dus een filed a 30 million wrongful death lawsuit for the January 6 2021 killing of Air Force veteran Ashley Babbitt by US Capitol Police Michael Bird. Dat was dus black and white crime, hè? Want dat is een zwarte meneer. Maar nee, dan telt het allemaal niet. Nou, dit is dus one of the best January 6 memes there is. Die moet je even luisteren. proberen, dus, dus proberen een beetje luchtig toch grapjes over te maken. Maar the on the way in. Stay the US van begin. if you've joined us today for the insurrection please make sure you pick up a promotional leaflet on the way in stay inside the safety cordons at all times and if you get lost speak to one of our capital police officers and they'll be sure to point you in the right direction be sure to set aside a little time today to join us for some insurrection activities including our photography tour our fancy dress competition and have a go on our climbing wall but don't forget those safety ropes and i've now received the results of our fancy dress competition. the winner today is jacob chansley. that's mr. jacob chansley. if you could report to your nearest capital police officer, they'll be sure to give you your prize, a guided tour of the building. <coughs> and all that's left is for me to thank you for joining us today. we hope you enjoyed the insurrection. Wherever possible, please try to clean up after yourselves. Don't forget to visit the souvenir shop on the way out, and feel free to join us on the outdoor terrace for Nancy Pelosi's insurrection soiree. Grab yourself a light refreshment and enjoy the music of our very own fancy dress competition. Now that winner. is Jacob Chainsley. and he said, uh, "There are also videos of him that he uh, also actually the police officers and so on because they him uh, and so forth. Dus ja, ik geef even een ander account. De andere kant van hoe Amerika ernaar kijkt. Dit is de reden waarom zoveel mensen Trump steunen. Dit is de reden waarom zoveel mensen General Six niet geloven. Dit is echt een... Je hebt gewoon mensen die het wel geloven. En je hebt mensen die het niet geloven. Ja, dat is dan even... We gaan even ver naar de volgende links. Want volgens mij hebben we die dan al gehad. Die Benny Johnson en zo. Oké, okay, nee, dit hebben we nog niet gezien. Dit is een man. Moet je even horen. Dit is iemand die gelooft dat General Six the worst thing ever is. Laten we even horen. Ja. Yeah. Yeah. Um, thank you for what you did three years ago today. Um, please tell me your thoughts um, on this third anniversary. Er zijn dus echt mensen die huilen. Om die vinden het ergst dat het ooit is Erger dan 9/11. Ik zweer je, dat vinden ze dus gewoon erger dan 9/11. Ja, yeah. nou dat is Kamala, so die vindt did. het allemaal heel Three grappig en today. zo. In ieder geval, als je ook nog wat uh, comments hebben of vragen hebben, je kan altijd ook super chat en rumble rant op rumble, daar zijn we ook live. Kun je sturen, dan kom je in de uitzending en dan bespreken we het. Maar je kan ook gewoon dus manier om ons te steunen, even tussendoor. Ja, dit ook, Benny Johnson, die is dus heel erg bezig om gewoon video's naar buiten Never get the police open the doors. heeft naar beneden, ik kan het niet lezen. Doors voor protesters on January 6 en walk them into the Capitol building. The Department of Justice now working overtime to lock all of these people up. Dus iedereen die gewoon binnengelaten is, die worden nu door de Department of Justice ge aangevallen, die worden opgezocht. het is nou ook mensen ze hebben nou natuurlijk ook gewaarschuwd dat mensen die daar gewoon in de buurt waren, yeah. dat die ook uh, yeah. opgespoord. Ja. dus Ze gaan die allemaal opsporen. Worden allemaal dit is echt prosecution crazy. Dit is echt belachelijk, maar alles om maar Trump weg te zetten als slecht en om January 6 heel slecht. Ze willen gewoon niet, dat maar is het niet. Is het niet ontzettend knap dat die man die we daar net zagen huilen, dat hun dit allemaal zo hebben georkestreerd? Dan, dan vraag je je toch af wat er nog meer allemaal zo is georchestreerd... ook in het verleden? Ja, Want nu door het internet gaat het eigenlijk een klein beetje mis. En voornamelijk door telefoonfilmpjes en zo. Ja, waarom denk je dat ze willen censureren, ook in Europa? Dan kunnen ze die verhalen niet meer verzinnen zelf. Dus dan, daarom willen ze al die dingen censureren. Je mag het zelf niet meer zien. Daarom, waarom laten ze niet alle video's meteen zien? Daar is een reden voor. Ze willen een verhaal, een narrative, willen ze doen. En ze willen die mensen die dat challengen... Die of de verkiezingen challengen, wat gewoon een recht is eigenlijk... Nou, dit is eigenlijk een beetje in het groot... wat wij in het klein inderdaad met de Belastingdienst hebben meegemaakt. Dat hun zelf bepaalde informatie van. hebben of zeggen te hebben, waar ze dan een verhaal aan spinnen. Ze delen ook niet wat ze hebben. En dus weten hun ook niet of het juist of onjuist is. Maar hun gaan naar een narratief van kneden, zeg ja, maar. dat is dus ook wat ze hier doen. En gelukkig komen steeds meer mensen achter van... het is heel anders dan het was. Maar um, ik denk, de reden dat Biden ook zo onder water staat... dit heeft er ook mee te maken. Niet alleen met alle... Um, ja dat, dat de meeste mensen gewoon hun maandelijkse kosten niet kunnen betalen dankzij Bidenomics maar ook omdat ze zich voor de gek gehouden voelen worden en January 6 ook echt gewoon een deel ervan maar ook de um, dat de beloften zijn gemaakt die niet nagekomen zijn ja en dit is dan eigenlijk wat we moeten geloven als dan een democraten ligt dit is mijn Instagram ik vond dat wel een goeie links is een insurrection weet even weet en rechts is een peaceful protest nou, hoeveel foto's hebben wij niet van de Peaceful Protest? Waar ja. we middenin stonden, ook met vuur en, en zo. En er zijn veel meer mensen overleden. Ook bij die George Floyd-protest. Floyd nou, hiernaast ons werden ze gewoon neergeknald. Dus. Ja, maar ook bij die insurrection, dat we zeggen als insurrection. Daar dus hebben ze ook van gemaakt dat bepaalde politieagenten overleden zijn... tijdens January 6, wat dus helemaal niet waar blijkt te zijn. Weet je, maar dat verhaal... Als je het eenmaal het begin hebt verteld hetzelfde over dat verhaal dat Trump ooit uh, bleekwater heeft uh, aanbevolen om te drinken. Dat is absoluut niet waar. Maar dat is ooit in de wereld geholpen. En mensen zoeken verder niet verder. Ik zou ook zeggen: volg me op Instagram, want ik heb op Instagram altijd heel veel interessante. Te zeggen. En ja, en dan doe ik andere dingen op die wel makkelijker zijn om te delen qua informatie. Alleen als jij maar het volgt, staat er: wil, wilt u deze persoon wel volgen, want hij heeft herhaaldelijk Dingen gedeeld die niet waar zijn. Maar als ik dan vraag aan Instagram van wat dan, dan krijg ik geen reactie. Dus ik weet dingen. Het ook. Dingen, ja. Ik weet dus ook niet wat. Ik zou het liefst ook bij Facebook en alles weggaan. Maar Instagram, ja. Het is nog wel leuk die video's kijken en zo. Dus ik hoop nog steeds dat er een verbeterde... Ja, dat je ook echt weg kan bij Instagram. En al die vrienden die je bij Instagram hebt, dat die dan ergens anders of zo... Maar helaas zit ik daar nog, nog eventjes. Zolang ik daar zit, kun je mij daar gewoon volgen. Dan gaan we verder. Ja, ik had het dus ook al over Tucker Carlson. Die hebben we net al laten zien. Ga die ook volgen. Die heeft echt iets helemaal los. Die laat allemaal supergoeie video's zien. Tip: je kan hij heeft nu een netwerk Tucker Carlson network. network network TCN. Volgens mij vraagt hij ook join team Tucker. Maar hij heeft zoiets, Ik ga gewoon alles wat ik wil weten. Ga ik gewoon vragen aan die mensen. En misschien is dat dan dan. is hij done. gewoon een echte journalist. Hij is een van de weinige echt journalisten. Hmm, nu op dat, moment. dat klinkt gevaarlijk. Ja, want hij, en ja, dat zie je ook met uh, mensen zoals uh, Assange en zo. Hij is daar naartoe geweest hè, bij Assange. Hij heeft hem geïnterviewd. Ik heb die ook nog niet kunnen zien. Ja. Ja, laten we dan vlug doorgaan. Dan heb je vandaag misschien nog tijd om die te zien. Oh ja. We gaan verder. Dan hebben we natuurlijk ook Biden, hè, die natuurlijk heel erg doet van, oh, Joe is the worst ever. En die zegt dus dat Trump Hitler is. Maar die moest dus door zijn vrouw Jill weer van stage gehaald worden. Die man weet echt nooit waar die is. Maar je ziet ook echt aan het gezicht het van Jill dat ze zich gewoon kapot schaamt eigenlijk. Die denkt: fuck, wat gaat er nu weer gebeuren? Dan wil jij wel echt gedemonetiseerd. Ja, maakt niet uit. Padarrest, Padarrest, Padarrest. Nee. Over Padarrest gesproken, ja. terug naar Biden volgende link we gaan even snel door Biden heen want uh, in Nederland krijg je daar al zat over te horen dat hij zo geweldig is nou daar heb ik, wil ik niet te veel tijd aan uh, verdoen maar hij had dus weer oh dit is dan uh, hij weet niet uh, hij moet dus weer door haar weggeleid worden want hij weet niet waar hij moet lopen nou dit is de president van Amerika kun je het geloven de wereld is echt een gek geworden ja en uh, er is dan ook weer zo'n verhaal dat Trump heeft gezegd: Says immigrants are poisoning the blood of our country. Biden-campaign likens comments to Hitler. Ik weet zeker dat dit weer zo'n weet zeker. Ik heb het niet gehoord, maar als ik met de ervaring met het media die ik tot nu toe heb gehad, dan zal het waarschijnlijk wel weer zoiets zijn: Dat uh, net zoals de eerste keer met uh, Mexicans are rapists, terwijl hij zei alleen. Kunnen we het horen wat hij zei? Zijn we nou niet dat CNN hier, hier iets van gaat zeggen ofzo? In Durham, New Hampshire. Ja, use, of zo? Fair use, fair use. Wat zei hij? Uh, they poisoned the blood of our country. Oké, okay, dus dan gaan ze dit natuurlijk vergelijken met het zuiver houden van een ras. En dan gaan ze het zo interpreteren. Dat is het enige wat ik kan bedenken. Ja, maar dat het is ze maar het maar op die manier. Stukje. Waarom hebben ze niet een hele dik comment? Waarom... Ja, maar zo werkt dat toch niet, Lonneke? Nee, precies. Je gaat toch niks in context plaatsen? Nee, precies. Die context die creëer je. Ja. Inderdaad. Iemand zegt ook in, op Rumble: in het meest bewapende land ter wereld, een protest zonder wapens. Ja, is wel heel bijzonder hè? Dat er gewoon geen wapens waren en dat ze dan zogenaamd... Als ze het hadden gewild, hadden ze het echt ook kunnen doen. Dat is no question about it. Dus ja, als je gewoon logisch nadenkt, want ook Trump's sporen zijn... Eigenlijk hebben die ook het meeste wapens. Um, ja, want die zijn heel zuinig en die willen zichzelf beschermen, maar die hebben dat allemaal niet meegenomen. Ze zijn eigenlijk heel vredelievend als je dat zo bekijkt. Nou, in ieder geval, Biden is nu maar campagne, dus die wil... Um, dat gaan gebruiken. Alleen, wat ik wel wil zeggen, dit is een oude... Weet je nog die speech van Joe Biden? In 2022, geloof ik. Dan ging hij zo helemaal zoals Hitler... met rood licht erachter. En allemaal zo agressief praten. En toen zei hij zo van de rising danger. En dat allemaal, weet je wel, mega support. Oh, hij zei ultra mega of zo. Dat, toen had hij dat geïntroduceerd, maar dat viel niet goed. Weet je, als we wilden allemaal... Oh, we zijn niet meer mega, maar we zijn... Tu, 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 ultra mega. Um, ja, dus ze zijn... Uh, maar die speech, die heel veel mensen heeft, hebben dat echt nog in hun hoofd, die speech van Biden. En ik zou hem anders een keer terugkijken als ik jou was, maar die was echt zo bepaalde mensen wegzetten. En dat heeft ook heel veel mensen doen switchen, dat ze Biden gewoon bizar vinden. Maar ja, de meeste mensen hebben wel mening en die hebben zoiets, we, we sit this one out en we gaan gewoon weer stemmen in 2014. Dit jaar zijn er verkiezingen en Trump die zit nog steeds, leidt gewoon. Uh, de hele ja, dus ja, ze willen daarom hoop ik echt dat ze hem goed beschermen. Want voor Epstein, het woord, want um, ja, het is uh, ja, de, de, hoe kunnen ze hem nog laten de, oh, terugnemen? Dat is bizar. Maar Biden, als je even wil weten hoe nou echt is in Amerika, hoe unpopular is Joe Biden? Dit is wel echt een beetje accuraat. In het begin hadden mensen nog wel hoop dat het wel goed zou komen. Zie je wel, hè? Hij had iets meer uh, approval rating, maar nu staat hij echt 5, 5 die het echt hem niet leuk vinden. En zijn approve is ook super laag. En dat is volgens mij bijna geen president geweest, of geen president die herkozen is met zo'n lage approval rating. Dus ja, waar, wat gaat er nog gebeuren? Ja, dat er is, waarschijnlijk... is ook nog nooit een president geweest die met zoveel stemmen gewonnen had. Ja, precies. Dus Bijna echt met de wonderen zijn de wereld, de wereld niet uit. Ja, dus dat is, uh, ligt hem onder water. Maar Trump, daar gaat gewoon nog steeds wel goed. En ook binnen de primary ligt hij nog steeds zo goed. En volgens mij is Iowa de eerste waar weer de verkiezingen zijn. Of is het Ohio? Ik ben altijd die staat in de waar volgens mij. Is, of New Hampshire. We moeten even kijken. Ja, die is voor Republikeinen in ieder geval belangrijk. Oké, okay. ja, we moeten dat goed in de gaten houden. Ik blijf maar. Ik heb geen uh, uh, spiegeltje, maar ik heb het gevoel dat er een heel klein pluisje bij mijn neus zit. Misschien is het gewoon een haartje of zo. Um, ja, Black Hispanic Young Voters Abandon Biden as Election Year Begins. Ja, je kan het gewoon niet anders maken dan het is. Veel mensen dachten echt, nee, hij was degene die ons gaat helpen. Maar dat heeft hij niet gedaan. Dus mensen vinden hem niet meer leuk. Ook bij de Democraten, er zijn gewoon steeds meer mensen zoals die... Uh, hoe heet hij nou, die Charles... Mijn Charlemagne, ik weet niet meer. Charlemagne, Charlemagne. dat is al zo'n bekende zwarte commentator, host, TV-host. Die uh, vraagt ook gewoon om of iemand anders wil instappen. En er zijn ook mensen die zeggen hier van ja, waarschijnlijk gaan ze last minute een Oprah of een Michelle Obama naar voren duwen. En dan zeggen ze, kijk, een zwarte vrouw, heel slim, we moeten allemaal op haar stemmen. Dus dat is met Biden. Dus Biden is er nog steeds. Maar he's hanging on. En that's it. Want het is niet echt uh, veel soeps. We gaan even verder naar Trump. Wat doet Trump? Trump, nou het beste waar je dat kan zien is natuurlijk op Truth Social. Oh, Iowa is de 15e al. Oh, 15e al? Dus dat is de eerste. En als daar. Want ik hoor ook dat de census, als hij niet wint, dan gaat hij stoppen. En dan gaat hij Trump endorsen. Dus we zullen zien. We houden het in de gaten. De komende weken gaan we dat. Uh, ja, we gaan het vertellen en we gaan het in de gaten houden. We gaan even naar Trump. Troy social. willen we graag zien. Dirk is even Ik moet doorpraten ondertussen. Altijd gewoon praten. Kennedy om. doet mee als derde partij. En daarmee haalt hij dus heel veel stemmen ook weg. Bij, bij vooral Biden, maar ook bij Trump. Dus eigenlijk, ze hebben een beetje zo'n test gedaan. Wat ze hier zeggen, is dat hij ligt qua persoon gewoon beter als dan, dan Biden en Trump. Nou, wat heeft Trump allemaal op Truth gezegd? Miscarriages of justice, perfect payment. Oh, dat gaat over New York. Die lawsuit gaat ook nog steeds door. De website is niet zo fijn. Ik wil gewoon dat je even ja, de hele ding is klikbaar. Dat is heel vervelend. Oh. Republican voters back Donald Trump overwhelmingly to manage the U.S. economy. Oh, daar had ik ook nog daar nog een link van. Dus uh, de meeste mensen vinden gewoon Trump moet gewoon terugkomen, want hij kan de economie weer goed maken. Nou, eigenlijk heeft hij gewoon eigenlijk alles wat ik al had gedeeld, heeft hij ook gedeeld. Dat is natuurlijk positief voor Trump, al dat media. More black votes than any Republican in history, geloof ik ook meteen. Ja, alles lijkt erop. Nou, dit weer, die miscarriages of justice in New York. I took a loan, I paid it back, it was perfect. And New York now wants to cha charge me 370 million election interference witch hunt. Ja, ze is ook al een beetje een witch. Ik vind wel, ik dacht dat ze jonger was, maar ze is bijna, ze is zestig of zo. Ze, ik weet niet precies hoe oud ze is, maar ze is in de 60 geloof ik. Zoek maar eens op. Letitia James. Dus ik vond eigenlijk, nu, nu, nu ik het weet, zie ik het wel. Maar ik dacht dat ze jonger was. Dat is, uh, ja, wat dat betreft, uh, het is niet zo'n leuke vrouw. Maar ze ziet er jonger uit dan heeft ik Ik Ze wel gedacht. een goede skincare routine. Ja, precies. Trump die is ook allemaal rallies aan het doen. Die was gisteren ook weer ergens. Hebben wij daar nog beelden 65. van? 65. Ze is 65. Dus nou. zo ziet ze er goed uit. Ik dacht dat ze in de 40 was of zo. Ik had al 20 jaar jonger. Um, oh ja, die Laura Loomer, dat is een journaliste die helemaal pro-Trump is, maar die werd weggedaan bij Nikki Haley. Nikki Haley, ja, wat kan ik ervan zeggen? Dus zeg maar niks. Nee, het is een beetje een neocon, een beetje zo, ik wil graag oorlog, want als Oekraïne niet geholpen wordt, dan is het slecht voor Amerika en zo, weet je wel. Ja, het is in ieder geval Donald Trump is lekker weer bezig ook op Truth Social. Wat heb ik nog meer? Oh ja, de Financial Times had iets. Kun je dat laten zien? Oh ja, je mag het zeker weer niet delen. Maar Republican voters back Donald Trump overwhelming to manage US economy. Ja, dat is natuurlijk ook belangrijk voor die um, primary, want ze moeten officieel Trump wel kiezen. Ik weet dat er overal proberen ze Trump van de ballot af te halen. Laatste is dat de Supreme Court gaat volgens mij horen. En dan. Je hebt dat er bij de ene staat, proberen ze het ook met de andere. Dan heb je dus weer dat nu heel veel attorney generals hebben een brief gestuurd om Trump te steunen van andere staten. En er zijn ook staten die zeggen: ja, als zij dat daar doen, dan gaan wij Joe Biden bij ons uh, weghalen. Dus het is een beetje tit voor tat Ze proberen echt elkaar. Ja, nu waar de Republikeinen altijd heel aardig zijn, waarbij de Democraten echt smerige spelletjes doen, heb je nu wel zoiets van: dan gaan we het gewoon terug doen. Dus dat jouw bruggetje, smerige spelletjes. Ja, dat zou een bruggetje kunnen zijn. Want wat ook veel nieuws was natuurlijk, die, wat ik net al zei, die Epstein. Wat is er allemaal van waar? Wat vinden jullie? Jeffrey Epstein. Nooit ontmoet, nooit van gehoord, totdat hij dus in het nieuws kwam met dit soort dingen. Sommige mensen die, hij, die wel betrokken worden in die dingen, die ken je natuurlijk wel vanuit de media of ooit wel hier uh, meegemaakt. Um, of, of dat je bijvoorbeeld modellen, weet je wel, dat, je, dat ik die ken van mijn modellenwerk, dat, dat je denkt, oh, is die ook bij Epstein geweest? Is die ook naar, met de Lolita Express naar het eiland gegaan? Maar hij is dus overleden. Veel mensen denken ook dat hij niet dood is, anderen weer wel. Ik denk wel dat hij dood is. Ja, ik heb geen reden om iets anders te denken. Maar zijn broer die denkt ook dat het niet zelfmoord is. Die had dus ook een interview met Tucker Carlson, ook interessant. Ja, ik ja. snap echt niet dat er een discussie is. Als alle bewakingscamera's uit zijn. In New York City, meest beveiligde. Ja. Ja. En ja. dan heb je ook nog dat de, de, de wacht voor de deur ook weg is. Ja, dan... dan dan kun je toch dan kun je toch als, als zelfrespecterende nieuwsorganisatie al niet meer brengen. Nee, maar ook die Bill Barr, wat heeft hij? Wat weet hij? Wat heeft hij gedaan? Want dat was zogenaamd een Trump-supporter, maar achteraf. Nou, wie heeft hij gedaan? Kunnen we beter vragen. Nee, maar, en wie heeft daar wat... foto's van? Ja, precies. <laughs> Jeffrey. Ja. Nee, maar dat is dus, nou ja, er schijnt ook iets te zijn met die vader en zoon, Jeffrey Epstein. Dus um, ik vind het gewoon een raar verhaal. En Tucker Carlson had ook de juiste vragen van. Hij was heel rijk. Waar komt dat geld vandaan? Wat deed hij voor zijn werk? Dus ze, ze zeiden van dat hij investments deed, maar dat deed hij helemaal niet. Dus wie is hij? En ik heb het gevoel dat er heel veel vragen zijn en er wordt niet over gepraat. En er wordt alleen eigenlijk gepraat over dan die Jelaine Maxwell en over uh, masseren van de jonge meisjes. Dat die mensen masseren en er zijn allemaal namen die genoemd worden. Want het, wat er nu naar buiten is gekomen is dan gewoon uit een rechtszaak van... Ja, ik weet ook niet eens, is daar van die Virginie, Jeffrey of zo? Ik weet het niet. Maar, de, maar er staan dus allemaal verhalen in. En ja, er worden namen genoemd. Maar ja, ik ben nog niet echt dat ik... ik je weet, voelt wel dat er iets meer is, maar ik heb echt het gevoel dat, 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 dat er niet alles verteld wordt of zo. Dat, dus ik ga het gewoon volgen, ik weet het ook niet. Maar in Amerika hebben ze er wel echt heel veel over. Dus ik ben ook uh, wel benieuwd wat, wat jullie daarvan denken. Maar hier zijn ze nog toch eigenlijk nu nog meer dan een paar jaar geleden. Zijn ze er nu meer mee bezig? Ja, maar, maar hoe, hoe, hoe verzin je het dat al die pedofiele zaken... Iedereen... Kijk, er zijn heel veel van die... Uh, lange Frans die is daarvoor toch een beetje uitgescha daardoor uitgeschakeld. Je ja, had het, het over uh, pedofielen in uh, hoge uh, posities. Op ja. hoge posities. Maar... maar er is toch wel een lijn aan het ontstaan, of die, die lag er eigenlijk al, dat heel veel van die zaken nooit volledig uitgezorgd worden. Zoals, uh, van Deming, zoals van meneer Demming, zoals van meneer Dutroux, zoals van meneer Epstein. Ja, en wat ook is, er zijn nu wel achter dat er een, een soort hoe noem je dat? Een Honeypot-operation uh, of zoiets voor van buitenlandse landen die doen dan. Politici proberen binnen, te, bij weet je wel door van die seks. Zo burgers. gebeurt het overal. Zo gebeurt ja. het in Nederland ook. Er worden zo'n ontzettend dan, smerige dingen gedaan. Ja, maar dan word je dus in een compromitterende situatie gebracht en daar maken ze foto's van en dan zeggen ze daar heb ik uh, jij doet precies wat ik zeg, anders komt dat naar buiten. En volgens mij doen heel veel landen dat en heel veel organisaties. Dat is dus net als wat ik zei. Ik zoek maar op Honey Pot Operation Dirk. Zoek maar even op. Um, moet wel even wat doen. Ja. Dan moet ik live doen. Ja, zoek maar even op. Ja, nee, niet live hoeft niet in de uitzending. Maar als je het vindt dat er een nieuwe, er was een honeypot operation, iets dus van, ja, dat dat dus uh, bepaalde vrouwen uit het buitenland en die gaan dus mensen, ja. Hun ja maar gerelateerd aan Epstein of wat? Nee, in het algemeen gewoon. Ja, zeg je dat een. een uh, vrouwen, sekswerkers, dingen was opgerold of dat was geopenbaard van buitenlandse landen die dan mensen proberen te Er Is ook een heel verhaal over een weeshuis in Engeland waar precies hetzelfde is gebeurd. Heel veel meisjes naar voren gestapt en jongetjes die bij hooggeplaatste mensen. Nou, dan ga maar eens flink googlen. Ja, maar bij hooggeplaatste mensen zijn neergezet, foto's en dat is allemaal. Het is allemaal hetzelfde verhaal. Ja, dus het zal waarschijnlijk wel gebeuren. Alleen op verschillende situaties, maar er zijn dus nou mensen die denken dat Jeffrey Epstein dat ook is deed. Is gewoon een tactiek. Ja, is een tactiek. Maar voor welk land deed, deed hij het dan? En dat is allemaal nog vragen. Dus ik ben, ik, ik volg het gewoon. En heel veel mensen hebben er verhalen over. Ik weet niet precies hoe het zit. Ik weet wel dat er mensen op de lijst staan en zo die ik ook wel eens ontmoet heb of gezien. Of, maar ik heb zelf nooit iets daarvan gezien. Ook Epstein zelf nooit ontmoet of nooit gezien. Terwijl, maar dan kwam. Ik zat op een. Ja, dat klinkt heel stom. Maar het zijn vooral de meisjes die. Ja, ik had natuurlijk ook tot latere leeftijd een chaperone bij me, tot twintig. Ik had een contract met Ralph Lawrence. Ik werd heel erg beschermd. En zeggen heel veel mensen nu: van ja, je had zo'n goede carrière. Heel veel meisjes hadden het niet. Nu denk ik achteraf, misschien bedoelden ze het over dit. Dat heel veel van die meisjes gewoon dingen moesten doen. om maar een carrière te krijgen. Want dit is ook een ding in de entertainment-industrie: ja, dat dan, mensen zeg ja, maar, maar een soort dus handler hebben. Nee, maar dat is iets anders. Ik, maar Weinstein oh, bijvoorbeeld, dat die, weet je wel, dat die... Um, Favors, dat vraagt. Favors, dat hij dat met meiden slaapt en die geeft hij dan een carrière. En, en zo gaat dat dus bij heel veel dingen. Alleen, ik heb geluk gehad dat ik dat niet meegemaakt. Ik ben heel erg beschermd. Maar ik weet dat heel veel meisjes dat niet hebben. Die gewoon alleen naar Amerika komen en een droom hebben voor een... En één meisje die ken ik niet persoonlijk, maar dat viel me wel op jaren geleden. Die was het gezicht van een Nina Ricci parfum, heel mooi meisje uit Rusland, geloof ik. Zeet ze volgens mij Ruslana. En die is uh, die is ze heeft zelfmoord gepleegd. En dan zijn ze dus nu achter dat hij ook mee Epstein meegevlogen is naar de Lolita Express twee jaar voordat zij zelfmoord heeft gepleegd. Ze weten niet in hoeverre dat mee te maken heeft, maar je gaat gewoon alles een beetje in een ander daglicht zetten. Want ja, als dat een ervaring is die getrauma, waar je trauma, trauma's van krijgt... dan kun je op een gegeven moment wel... Ja, en die is dan niet beschermd. Ja, dus ik ben het gewoon het volgen. Ik vind het fascinerend. Maar ik heb nog steeds het gevoel dat we heel veel praten over dingen... maar niet echt over... Ja, echt dieper in of zo. Ja, maar heel de media is het toch weer aan het downplayen? Ja, dit is, dit dan is de verzin je toch gewoon niet. of newly released Jeffrey Epstein documents we weaves a familiar tale of manipulation and sexual abuse. Er staat dan dat een meisje die 16 is, en die moest eigenlijk geld hebben, die werd dan gehired om massage te hebben. We hebben het altijd over massages en zo. Ik ik weet niet. Het is. Um, ik denk dat we de komende jaren hier ook meer over gaan horen. Denken jullie? Ik denk het wel. Als je toch iets leuks wil kijken, want je kan natuurlijk, ja. Mijn familie kijkt allemaal ID tv en allemaal weet je al spannende crime scene dingen. Ik hou zelf heel erg van uh, American Greed om die stem van die man die is echt zo American Greed en dan gaat dan over mensen die bijvoorbeeld proberen financieel beter te worden en die gaan dan bijvoorbeeld mensen oplichten en dat is gewoon heel interessant om te zien want als je dat doet dan word je eigenlijk altijd wel gepakt. En één vrouw was een vrouw... en die werkte bij een dorp... en die had een speciaal account. Die deed daar de, 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 het geld regelen. De financiën, de administratie. En die had een, een rekening geopend voor de sewer. Voor de, het onderhoud van, de, uh, van het riool. En daar zetten ze zelf heel het geld op. Maar dat was geld wat zij. Ze had alleen maar toegang tot dat account. En... Dat dorpje, hoe kan het dat wij gewoon andere dorpen hebben, die hebben altijd een plus en wij zitten altijd een min? En ondertussen zat die vrouw allemaal paarden te kopen en allemaal wedstrijden te winnen en zo. Uh, allemaal van die western paarden En dan heb ik zoiets van, ik vind dat echt te bizar. En waarom is er niemand eerder achtergekomen? Dus dat zijn allemaal dingen die ik dan wel interessant vind. Maar al die crime en zo, dat vind ik alleen maar heel heftig. Maar het is wel, je wil wel weten, die mindset van die oplichters en die. Van hoe zit het nou echt? Dat wil ik wel weten. Je mag nou dit van Jeffrey even wegdoen. Want ik wil nog even wat positieve dingen. Want ik deze dit jaar wil ik ook gewoon positieve dingen doen. Nou, dit is dan toevallig ook. Dit nee, is eigenlijk ook niet positief. Het is eigenlijk gewoon leedvermaak. Want dit is Bright Sun Films. En dat volg ik eigenlijk al een paar jaar. Maar die jongen is een ja. heel jong begonnen. En dat is ook een Disney fan. En die maakt zo'n video's van uh, abandoned places. Maar hij maakt dus allemaal video's over de geschiedenis, ook Amerikaanse geschiedenis, maar vooral hoe bedrijven bankroet gaan en hoe bepaalde winkelcentra, hotels, winkelcentrum leeg komen te staan, abandoned. En dat over gewoon... twee jaar kan hij zeggen. We are here in America, once a flourishing nation and now abandoned. Ja, yeah. maar hij heeft dus allemaal over Disney of uh, bijvoorbeeld een Treasure Island en uh, bepaalde hotels die gecanceld zijn. En, en boten die dus um, zinken. Ja, dat, uh, of bankroet zijn van merken. Dus ik vind dat wel interessant. Um, vooral de shoppingcentrum. En ook bijvoorbeeld over Bad Bath and Beyond. die dus ja, een bedrijf waar ik zelf ook al mijn spullen heb gekocht om een appartementje mee te vullen toen ik hier twintig jaar geleden naartoe kwam. Maar die zijn dus failliet. En hoe komt dat? En hier om de hoek, de CEO die is, heeft hier vorig jaar of twee jaar geleden zelfmoord gepleegd. Uh, dat wordt allemaal besproken. Dus ik vind het gewoon een heel leuk... Weet je wat nou een hele rare gedachte is, Lonne? Nou, wat is een rare gedachte? Die man hadden wij theoretisch gezien naar beneden kunnen zien springen. Ja, maar dat is, dat is gewoon echt iets in New York. Mensen springen van gebouwen af als ze zelfmoord willen plegen. Dat is gewoon dé manier... In Nederland doen ze dat uh, op andere manieren. Elk land heeft... Het ligt gewoon wat, wat het, het makkelijkst is. Ze moeten het niet doen, want iedereen heeft een trauma daarna. Het, het is ook vooral het opruimen. Is echt het ligt overal. Ik heb het ooit gezien. Ja, het is echt niet fris. Maar ik vind het wel een leuke serie. Dus dit is iets leuks. Maar wat nog leuker is... Door deze serie kwam ik weer bij een andere serie. Um, en dat is uh, Theme Park Express. En dat is gewoon een man... En zijn vriendin. En die gaan dus dan helemaal filmen een Disney cruise. En heel positief en heel vrolijk. En dan hoe mensen blij worden van gewoon die oortjes van Mickey. En ja, ik vond het gewoon helemaal fascinerend. Wat ik het meest fascineerd vond, is dat die Disney boten, die cruise schepen. Normaal heb je zo'n horengeluid. Hè? Zo, uh... Nou... Blijkbaar zijn die Disney-cruiseschepen... die hebben dus allemaal Disney-geluidjes. Van... Ik weet niet, dus ik het zo... Je moet er maar eens luisteren. Dirk sticht te kijken, wat doe jij nou? <laughs> Ze hebben ook... Een, uh, 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 uh. Ik weet, nee, dat was een andere. Die was niet goed. Ik had hem net in mijn hoofd. Doe maar niet. Nee, maar het is allemaal van die Disney geluidjes. Doe maar niet. Nee, dat snap ik. Maar ik had echt iets super superleuk. En toen waren er twee schepen naast elkaar. En die waren even aangelegd bij Nassau in Bahamas. En toen gingen ze... De ene ging weg. Dat was de Disney Fantasy, de grote. En dan de Disney... Niet de Wish, want die is groter, maar de Wonder of the Magic. De Magic, de Magic die lag er. En toen gingen ze tegen elkaar, of een beetje. En toen zat hij allemaal, ah, onze hoorn is beter dan die van jullie. Maar daar waren ze allemaal van die Disney gelaten. Ik vond het echt te fascinerend. Dus er is, en die mensen hebben geen zorgen, die gaan gewoon op zo'n Disney Cruise en naar andere pretparken. En je kan er gewoon een paar uur opzetten. En dan ben je gewoon je werk aan het doen. En dan laten we zien wat er op het menu staat. En hoe ze daar in een bijvoorbeeld een restaurant, daar kun je dus poppetjes tekenen en dan komt Mickey Mouse op het scherm voor het dessert na het hoofdgerecht en die laat dan die, al die poppetjes van al die mensen die daar eten laat die gewoon dan tot leven komen in een fantasieachtig dansje. Nou, ik zou zeggen mensen ga het kijken. Nou ja, ik vond Ervaar het gewoon het. heel leuk. Dat is gewoon dus ik probeer altijd een beetje American culture ook met jullie te delen zodat je wat meer... Die andere die ik net had over Abandoned... die laat heel veel over de Amerikaanse cultuur. En het is all you can eat, toch? Nou, volgens mij is er heel veel included. En dan zegt hij anders wel van... dit zit er niet bij, maar het is wel echt... en er zijn allemaal restaurants. en uh, Hij gaat helemaal laten zien hoe het eruit Ik weet niet ziet. hoe ik daarbij kwam, maar ik had zo'n vermoeden. <laughs> hij leeft het goede leven. Hij heeft zelfs zijn vriendin ook te huwelijk ik Die aflevering ben ik nou aan het kijken. Daar waren ze op een cruise in Alaska... Ja, zouden jullie op een cruise schip gaan? Ik ja, er zijn niet retirees hier die erachter zijn gekomen... dat je beter eh, je leven lang op een cruise schip kan zitten... Ja. dan een retirement home. Ze zijn alleen maar van de ene cruise schip naar de andere aan het gaan. Die reizen de hele wereld rond. En dan ja, zijn ze heel het gewoon daar aanwezig. En dat is gewoon inderdaad goedkoper. En er zijn zelfs nou ook plannen volgens mij voor echt een cruise schip... wat dan altijd gewoon... Voor mensen die kunnen daar gewoon 365 jaar dagen per jaar gewoon een kamer huren. Dat er gewoon één schip is. Maar ja, ik uh, probeer toch weer wat leuke, leuke dingen binnen te krijgen. En, uh, en ook jullie wat tips te geven. Dus daar ga ik dit jaar ook wat meer doen. Dat ik gewoon tips van dingen die wij zien deel met jullie. Zodat jullie ook eens wat nieuwe kanalen of nieuwe gewoon Amerikaanse cultuur kunnen snuiven. Zonder echt naar Amerika te hoeven. Je kan wel naar Amerika gaan. Um, ik was ook geïnspireerd uh, door Elia, die was in Memphis geweest. En er is bij die Abandoned-serie van Bright Sun Films is er bijvoorbeeld. Hij had een foto van een piramide. Dat is een winkel nu voor een bass shop. Een viswinkel is het geworden. Maar het is eigenlijk een piramide. En er was vroeger een basketbalcourt. En daar heeft Abandoned dus een hele video over gemaakt. Om daarover te. Um, Um, ja van hoe, hoe dat ontstaan is en hoe dat nu dus die winkel is geworden dat is super interessant dus zo kom ik erbij ga ik jullie ook die tip geven en natuurlijk ga ik ook nogmaals op Lonneke.com ga ik New York City tips ja gewoon van de dingen die hier leuk zijn om te doen zo waren wij met de familie naar een ballonmuseum ik niet trouwens maar de rest en dat was schijnbaar heel leuk dus die ga ik er dan ook op zetten. want die was dus getest en helemaal goed bevonden die komt er dan bij voor volgend jaar. Voor, voor dit jaar, sorry, 2024. Ik heb helemaal zin in 2024. Hoe is het met jullie. Er gaat heel veel gebeuren. Er komen dus ook verkiezingen aan als het goed is in Amerika. Um, blijf ook gewoon die informatie met elkaar delen. En ik blijf het ook vanaf hier doen. Zodat je je eigen mening kan vormen. Misschien vind jij Januar Six nog steeds een insurrection. Dan moet je dat lekker vinden. En andere mensen denken weer iets anders over. Heel veel Amerikanen denken er iets anders over. Maar dan gaan we nog heel even naar Nederland, want daar gaan we natuurlijk ook altijd over hebben. We hebben natuurlijk in Nederland ook wat, want het is een beetje stil, hè? die coalitie met Geert Wilders, NSC, PVV, NSC, BBB en VVD. Wanneer komt hier nou? Want ik hoorde bijvoorbeeld ook dat in Davos binnenkort weer de World Economic Forum is. En Rutte, die gaat er al een beetje heen om... Een uh, beetje voor Nederland of zo uh, weer te representen. Er moet zo snel mogelijk een nieuw kabinet komen. En ik snap dat je een kabinet heel goed moet regelen, allemaal. Want ja, je wil natuurlijk niet dat. dat uh, nee, je wil wel goede mensen. En je wil, dus je moet het wel een beetje goed doen. En we worden gewoon weer keihard voor de gek gehouden. Dus, uh... mm, dat weet ik niet. Maar ik zolang, denk Zolang het. er geen kabinet is, gaat die Rutte en zo. Die gaan gewoon door. Kijk, Kaag is gewoon weg. Het is in... toch fantastisch voor hen? Ja, maar Rutte zit er nog. Waarom kan Rutte niet gewoon zeggen: Ik geef mijn ding? Ja, Jette is nou ook minister van Financiën. Als je oké, okay, Biden in Amerika, dat is al echt gewoon dat je denkt. Maar R Jette, die de minister van Financiën is in nee. Nederland, Rutte als minister-president, zal echt gewoon te bizar. Maar Jette van minister van Financiën, gewoon even ja, doe jij er eventjes. Um, ik heb nog nooit zoveel mensen gezien in een kabinet. die zo niet competent zijn, die zo niet, die weten gewoon nergens van. die zulke hoge posities bekleden. Het is te bizar. Ik wil even laten zien hier. wat er in het in nieuws komt. En dit was dus bijvoorbeeld op Fox News: Dutch firebrand Geert Wilders threatens to revoke slavery apology as coalition talks drag. Wilders has dropped some of his more extreme anti-Islam policy promises. Dus dat was dus in de nieuws hier over dat hij dus die apology van de slavernij wil terugnemen. Maar ik moet ook zeggen, ik ben nou toevallig bij wat is het? Geschiedenis over de Gouden Eeuw aan het leren. Of tenminste, ik moet dat doornemen om dus die kinderen te helpen. Maar de Gouden Eeuw. Maar dan zeggen ze ook gewoon dat zwarte mensen in Afrika verkochten slaven. Dus ze zeggen het daar zelf in die boeken ook van. De mensen zelf, dat was echt een superhandel in slaven in Afrika. En dat is nu nog steeds. En Nederlands hebben er dus een korte periode gebruik van gemaakt. Maar je moet wel bij de koor beginnen. En het is er nog steeds. Het is niet opgelost. Er zijn nog steeds mensen die oorlog met elkaar beginnen. En dan kunnen ze die mensen gevangen nemen en dan weer verkopen als slaven. Dat gebeurt nog steeds. Ja, het was gewoon heel breed, Lonneke. Ook, ook in, uh, in Oost-Europa en zo. Het is gewoon... Er zijn het, het, heel is veel een, het wordt heel eenzijdig verteld. Het is alles, alles allemaal is slecht en heel stom. En ik hoop dat mensen er iets van geleerd hebben. Als ik zie wat er nou gebeurt, blijkbaar niet, maar goed. Maar ook dat ze dan wel naar het voetballen gaan in Qatar zo, Terwijl dat dus allemaal gebouwd is dat met bedoel ik. slaven. Ja, dus het is allemaal zo van dat hypocrieten. En dat is ook in Amerika met George Floyd en met de insurrection. Het is allemaal zo hypocriet. Maar Heel hier. het hele gevangenissysteem hier, mensen aan het werk willen houden tot ze erbij neervallen. Ja. Het, is, het is allemaal niks anders, we hebben het gewoon iets anders verpakt. Ja. En maar kun jij even vertellen, want je hebt mensen vroeger jou vooral met wandelen over Geert Wilders en zo. Wat zeggen mensen daarover tegen jou? Die lezen de headlines, dus die hebben het idee dat far-right-extremist Geert Wilders ja. hier uh, in Nederland de baas is geworden. En dan klik ik even op zijn partijprogramma en dan doe ik translate to english. Oh ja. Yeah. En dan overhandig ik desbetreffende mensen mijn telefoon. En dan kunnen ze dat lezen. En dan is de reactie: "Oh. Who's is this? This is a socialist." Goed zo. Ja. Yeah. Maar dit is Gert Wilders, the far-right extremist from yeah. Holland with the weird hair. Yeah. Ja, dat is al slim. Dat is een goede tip, inderdaad. Dat jij zei van dan ga je gewoon naar zijn partijprogramma en dan ga je het in, of zijn website en dan ga je het vertalen in, in het Engels. Ja, dus je gaat de media negeren, je kijkt gewoon wat er staat, klaar. Ja. Je, kan zelfs, je kan zelfs een filmpje van Geert Wilders aanzetten met daardoor automatisch vertaalde ondertiteling. ondertiteling. Okay. En dan kunnen mensen het uit zijn eigen mondje horen. Ja. Ja, ik zie ook iemand zeggen dat um, het feit dat Jette nu ook nog minister Financiën is, bewijst dat een ministerschap totaal niet nodig is, omdat de ambtenaren de dienst zouden maken. Dat klopt, de ambtenaren zijn de vierde macht, die hebben eigenlijk het meeste controle. Dat zie je ook bij al die grote organisaties, AIVD, NCTV, die ambtenaren die daar zitten, die bepalen alles. Die, die Pieter Jaap Albersberg van NCTV heeft eigenlijk alles bepaald tijdens COVID. En ja, maar onderschat ook de AIVD niet, want die, die uh, hoe heet die andere man? Um, Akerboom. Akerboom. Die, uh, die, die hintte ons op een, een podcast waar hij bij was, en ik ben die podcast dus allemaal gaan luisteren, en die mensen die zijn het helemaal uh, zo in elkaar in het zetten, dat het, de, het allergrootste gevaar, moslims zijn nog steeds heel gevaarlijk volgens hun, dus uh, waar Trump uh, voor uitgejoeld werd, zien hun nog steeds als een gigantisch probleem, ja. maar het Allergrootste probleem is far-right extremists en daar moeten we echt voor oppassen. Daarom volgen ze die mensen ook. Nee, de, kijk, dat is voor hun een ticket om gewoon maar iedereen te mogen volgen blijkbaar. Ja precies, want het bestaat eigenlijk niet, dus we maken het van, we verzinnen dat narratief en dan gaan we die mensen volgen, want dan kun je iedereen volgen, want ja, als alle Trump-supporters in Amerika zijn Blijkbaar nou, gevaarlijk. Iedereen heeft het gewoon kut op dit moment. Yeah. Financiën is voor iedereen, staat daar onder druk. En iedereen is pissig. Iedereen laat zich daar linksom of rechtsom over uit. Uh, maar alles wordt nou op far-right extremists gestuurd. En ze willen dat jij... Het enige wat hun aan het doen zijn is proberen om iedereen elkaar te laten wantrouwen. Yeah. Want jouw buurman, die ook wel eens iets negatiefs zegt over de overheid. Kan wel eens. Terwijl ze er gewoon... Eén grote tering zou je van maken, zou wel eens een extreemrechtse terrorist kunnen zijn of worden. Ja, precies. Nou, en zo zijn we allemaal wantrouwig, verdeel en heer. En dan bellen ze op, weet je wel, tijdens COVID, van hé, hey, de buurman heeft twee mensen te veel in huis. En is eigenlijk gewoon, ja, een beetje NSB-mentaliteit. Er zit nog steeds in heel veel ja, dingen. NSB die vragen dan eerst van, ja, ik weet iets wat jij niet weet nee. en ik wil er een centje voor. Ja, dat ook. Nee, maar die gaan dan dat verklikken en zo. Dat is wel echt een beetje Nederlands. Maar daar zijn ze zo dus weer mee bezig. Die elkaar moeten trouwen. Maar dat gaan we niet doen. We gaan dit jaar gewoon lekker positief door. Het komt toch allemaal uit. Maar je hebt toch gelijk. Inderdaad, de ambtenaren die zijn wel een beetje de baas. Daarom is het heel belangrijk als Keert Wilson naar macht komt. Dat hij goede ambtenaren om zich heen heeft. En de mensen die dus niet hem proberen te uh, ondermijnen. Want daar heeft Trump dus heel veel last van gehad. Hè? Toen hij vier jaar president was. Dat er mensen waren. Hij vroeg bijvoorbeeld aan de GOP, heeft hij gezegd van stuur mij goede mensen. En dan bleken heel veel mensen backstabbers te zijn of die gewoon in het geheim tegen hem werkten, um, maar even terugkomen naar Geert Wilders. Ga eens naar boven, want je hebt naar beneden gescrollt. Nee, dit. Oh ja, Elon Musk had gereageerd op Geert Wilders. Wat Geert Wilders had dus. Elon Musk die is heel erg van kinderen maken. Die heeft al tien kinderen. En ik heb zoiets als je gezond bent en je kan kinderen krijgen dan, uh, en je kan ervoor zorgen en je wil dat echt doen als je past. Je moet je lekker veel kinderen nemen, maar wij hebben geen kinderen. Dat is ook gewoon goed, dan heb je weer tijd om andere kinderen te helpen. Er is altijd wel weer iets, ouders die heel veel kinderen hebben kunnen niet andere kinderen helpen. Zo heb je allemaal positieve en negatieve dingen van kinderen. En ja, dat is gewoon een keuze. Maar hij heeft zoiets, iedereen moet kinderen, heel veel kinderen. Maar Geert Wilders zegt dus dan de biggest problem we face today... Is a collapse of our own culture and Western values due to open borders, mass immigration, and an uncontrollable amount of non Western asylum seekers. And last but not least, too many weak politicians advocating cultural relativism. And then said I agree, but even countries that have very few immigrants like Korea and Japan are experiencing population collapse. If the birth rate stays as low as it is, the Dutch nation will die out by its own hand. So but Who there's even comeback. 90% of the immigrants of the migrants going to Europe are single young men. Ondanks mensen, ondanks dat de media het je wil doen geloven. Twee single young men die met elkaar knuffelen kunnen nog geen baby maken. Dus die zorgen niet voor een populatietoename. Hoe vaak de media dat ook gaat propageren. Ja, dat kan niet. Dat gaat niet lukken. Nee. Maar ze hebben het eigenlijk over twee verschillende dingen, want Mensen die bijvoorbeeld legaal immigreren, zoals wij binnen Amerika, die komen daar omdat ze Amerika leuk vinden, de cultuur willen vasthouden. En er zijn ook vreemdelingen die komen naar het land toe en die houden bijvoorbeeld echt van dat land. Die zijn gewoon welkom als je gewoon legale manier. En daar heeft, uh, maar Geert Wils heeft het dus over die mensen die dus op een illegale manier komen. En inderdaad, er zijn dus vooral mannen en die kunnen natuurlijk geen baby's krijgen. En waar uh, Elon Musk het over heeft, die heeft bijvoorbeeld over Korea en, en Japan. En die hebben bijvoorbeeld ook strenge immigratieregels. Die zouden op een gegeven moment die immigratieregels ook kunnen versoepelen. Of juist uitnodigend voor expats. Als ze daar gaan werken, die dan op een legale manier. Dus het legale aspect en het illegale aspect zijn twee verschillende dingen. Ze dus zitten eigenlijk een beetje langs elkaar heen te praten. Eén heeft over de birth rate. En ja, als jouw land op een gegeven moment mensen nodig heeft, kun je op een legale manier de juiste mensen aantrekken die bijvoorbeeld de juiste papieren hebben om bijvoorbeeld als je heel veel bepaald er was vroeger ook met de Turkse mensen en Marokkaanse mensen hoe die gekomen zijn naar Nederland is omdat ze werk nodig hadden en daar hebben ze daar hebben ook de meeste mensen gewoon geen problemen het is die mensen die geen opleiding die niks kunnen die gewoon jij betaalt belasting om te zorgen dat jouw kinderen goed gezorgd kunnen worden verzorgd kunnen worden laten en dat jij een goed en dan komen er allemaal mensen die helemaal niks hebben toegevoegd. En die gaan dan al jouw eten, wat jij en alles wat jij hebt opgebouwd, opeten. Dat is dus het probleem waar Geert mee heeft. En die is niet tegen legale immigratie. En Elon, als uh, Nederland gewoon legale immigratie gewoon uh, blijft stimuleren. Komen er nog steeds genoeg mensen naar Nederland die ook kinderen krijgen. Maar dan zal het waarschijnlijk wat meer gemengde families zijn en, zo. en niet die single man. Ja, dus uh, en daarbij ook. Het was ook een tweet. Volgens mij vergeet wel, dus die ging niet over bijvoorbeeld islam of zo. Hè? Want het gaat gewoon over alle mensen die, dus niet-Westers. En uh, die bijvoorbeeld mijn land. en dan denken. Ik besta nog steeds voor mijn andere land. of voor mijn geloof is belangrijker dan het land. Kijk, zo dat werkt natuurlijk niet voor Nederland. Maar daarom is het ook wel interessant om de geschiedenis te leren. En ook wat er in boeken staat. Ook bijvoorbeeld nu over de Gouden Eeuw, waar ik het over aan het lezen ben. leren ben. Dat, um, ja, het is gewoon belangrijk denk ik voor Nederlands om een, om een geschiedenis te kennen. En ook trots te zijn op wat er bereikt is. Maar ook de dingen die je niet... Ja, elk land. Elk land heeft gezeik in het verleden. Dat is bij elk land. En bij elk land zijn er ook positieve dingen. En daar zou ik op focussen. Want ja, je hoopt het altijd beter te doen in de toekomst. Maar ik ben het wel mee eens met hele slavernij en zo. Excuses en geld geven. Hou er mee op. Doe ze in in Amerika proberen ze dat ook in Californië. Het is echt uh... Waar ben jij nou? Waarom laat je nou zien? Ja, lezen? ik kan dat woord fatwa. Dat vind ik zo, dat is net Brabants. Heb je honger jongen? Daar staan wel koekjes. Fatwa. <laughs> Is, 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 ik kan ja. dat woord niet serieus nemen. Ja, maar ja, dat heet dan blijkbaar zo. Um, maar het is niet, niet leuk dat dit uh, altijd komt, dat hij daar dus zo last van heeft. Want ik vind dat iedereen moet zeggen wat hij kan zeggen. Als je maar nou, die man, die heeft de koeksjes al gevonden, dat zie ik wel. Ja. De, het is, de, we moeten gewoon kijken naar wat iemand zegt. En als je niet oproept tot geweld tegen mensen, dan... Heb ik. Ja, ik heb best wel een ruime ding over vrijheid van meningsuiting. Het is gewoon belangrijk dat je het weet, wat mensen denken. Um, maar ja, aan de andere kant wil je ook weten... als mensen geweld over je uitspreken, wil je eigenlijk ook weten... want dan kun je je daar tegen beschermen. Helaas moet Geert Wilders al jaren beschermd worden. En dan hoop ik dat ze dat ook blijven doen. Want blijkbaar ja, is dat gewoon nodig. Dan kan je in Nederland toch niet zeggen wat je... We hadden het er laatst over, dat er toch best wel veel politieke moorden en... Ja, in Nederland zijn misschien nog meer als andere landen. Het is heel treurig dat dat zo is. We gaan zien hoe het in Amerika is. We gaan zien hoe Nederland is. Ga ook join my uh, channel als je het leuk vindt. Ik, mijn doel is dus om dit jaar 5000 subscribers te krijgen. En je mag me ook steunen via membership. Dan krijg je dus dat stickertje zoals Satish heeft. En dan zie ik je ook in de chat wat beter. Dan help je ons. Maar er zijn ook andere manieren. Je kan bijvoorbeeld onder deze video ook een try bestellen: de Freethinker. Do, doe gewoon of gewoon normaal doen. Mok. Um, ja, dan heb je dat heel in je hoofd. Van we gaan gewoon blijven gewoon normaal doen. Blijven gewoon zeggen waar het op staat. Gewoon wel ondertussen je leven doorleven. Um, wat? Ja, heel leuk. We gaan gewoon door en we gaan gewoon positief door. Ik denk dat er heel veel positieve dingen ook in de toekomst zijn. En daar gaan we het gewoon elke keer over hebben. Heb je een bepaald onderwerp waar je graag wil dat je ons dat wij het over hebben? Kun je dus via lonneke.com 24 uur per dag, 7 dagen in de week, mijn berichtje sturen. En dan komt het in de uitzending. Nou, dankjewel. Het was heel wat. Um, ja, 2024. Let's go. Dirk. Wat wil je dat ik doe? Nee, uh, het, ik, had, ik heb helemaal mijn best gedaan om een spotlight voor jou te maken. Niks gezien. Oké, okay, laat die spotlight maar zien. In de spotlight dit jaar. Het hele jaar. In de spotlight. Ja. Nee, we gaan gewoon uh, dat is de spotlight van vandaag We gaan gewoon door met 2024. Dat lijkt me een goed plan. Positief vooruit. En ik ben benieuwd wat jullie voornemens zijn en wat voor leuke dingen jullie gaan doen. Wat jullie denken dat gaat gebeuren over de onderwerp waar ik het vandaag over heb gehad. Ja, ik wil ook graag voor jullie horen. Dus ik ga na de uitzending ook alle comments teruglezen. Dankjewel allemaal voor het kijken. Like, abonneer en tot de volgende keer. Bye bye. A doei. En een message.